Wat wij zeggen is, mensen moeten zelf kunnen kiezen welke vervoersmodi ze gebruiken op welk moment. En dat... Ja, en daardoor stijgt natuurlijk de verwarring tot een toppunt. Vroeger was er de hiërarchie in het stopprincipe met stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens. En nu is het natuurlijk en-en, iedereen koning en niemand kan er natuurlijk nog aan uit. En als men het dan over het belerend vingertje heeft, dan zien wij dat het belerend vingertje aan elke verkeerspaal in Antwerpen hangt. En dat belerend vingertje richt zich absoluut tot de zwakste weggebruiker. En dat is een symptoom. We zijn al over een campagne bezig. Maar... Ja, maar dat is een beetje het symptoom, denk ik, van het beleid. En de voorlaatste spreker, denk ik, in het filmpje zei aan het kruispunt daar van we moeten hier echt opletten rond auto's die afdraaien. Dus heel het debat bijvoorbeeld rond het conflict vrijmaken van kruispunten ter voordele van de zwakkere weggebruiker is een prioritair debat en daar zit men niet op in. Dus met dat en-en-verhaal valt iedereen eigenlijk uit de boot. In de stad. En dat is de reden waarom ik denk dat wij als stad een stedelijk vervoersbedrijf moeten onderzoeken, zodat... Het is natuurlijk een verhaal dat je in een totaalplaatje moet kijken. Antwerpen is geen eiland, mevrouw Turtelboom. En als ik bekijk dan in de Vlaamse regering, waar jullie partijen ook in zitten en waar u ook in zit, er wordt bespaard bij de lijn. En hoe onzinnig is het eigenlijk om aan de ene kant te besparen bij de openbare vervoersmaatschappij om 4 keer meer geld te geven aan de subsidiering van bedrijfswagens dan aan de lijn. En dan te komen zeggen, ik wil op Antwerps niveau toch in het openbaar vervoer. De werkelijkheid is, u bent aan het afbouwen. En als we het dan over het Antwerpse mobiliteitsplan hebben, dan vind ik het ongelooflijk gemiste kans dat die groepen die actief zijn op het terrein, zoals Straten-Generaal, zoals Forum 2020, die net bezig zijn met de uitbouw, meneer Kennis, van dat openbaar vervoerplan, bijvoorbeeld de light rail in de haven, bijvoorbeeld de ringtram, de ideeën rond de ringtram, de tram naar de districten. Dat zijn allemaal belangrijke zaken. U weet ook bijvoorbeeld dat van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid gaan, dus in de districten zelf, via het openbaar vervoer, is heel moeilijk, want ons openbaar vervoer is erg centrumgericht. En u betrekt die nou-houder. En alle misschien was het niet de meest perfecte campagne. Het is in elk geval een campagne en daar verschiet ik toch telkens van. Het gaat over de campagne van hou u alstublieft allemaal aan de regels. Of dat je... Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen zich aan de regels houdt. Ik denk dat het belangrijk is dat voetgangers zich aan de regels houden, fietsers en zo verder. Dus wat betreft verkeerseducatie, of dat het nu gaat in het Rivierenhof, wat is afgeschaft, dat project van verkeerseducatie. Je kan dat niet vervangen met de lantaarnpalen, maar op zich is het goed dat mensen zich aan de regels aan de regels houden. Op zich is het goed dat mensen aan de regels houden. Waar de kritiek op is, meneer Kennis, en dat weet u ook, is dat het stopprincipe een hiërarchie in zich heeft. Namelijk dat er zachtere weggebruikers zijn die net iets meer bescherming over dan hardere weggebruikers. Waar het over gaat, is dat er op de website stond dat fietsen op het voetpad en fietsen door het rood licht belangrijke oorzaken waren van verkeersongevallen. Met name, als je de cijfers bekijkt, 6 tussen 2012 en 2014 door fietsen op het voetpad. Ja, terwijl er 300 zijn omwille van de verkeerslichten en het niet voorrang verlenen. En dat is een probleem. Ik wil het debat ook nog even opentrekken naar het geheel. Want daar hebben we de tijd niet voor. Maar als we het over de mobiliteit hebben, kan je natuurlijk Antwerpen niet isoleren van het globale mobiliteitsdebat. En als we het hebben over de plaats van zwakke weggebruikers, over ruimte en zo verder, dan is die kwestie van de overkapping van de ring en het ruimteschip geen detail.